Een man die altijd lekkere nummers maakt, hebben we nu live hier in de studio. Het is een man die al jaren zo niet mogelijkerwijze wel een kwart eeuw al in het vak zit. Ja, dat is bijna, jawel, ja, we blijven hier volgens op de voet. Een man die natuurlijk zijn sporen al ruimschoots heeft verdiend in het Nederlands hitwezen. Een man met diverse hitparade noteringen met zijn Nederlandstalige songs. En wij hebben hem hier in de studio met zijn allernieuwste single. In de studio live aanwezig. Frank Zwekers, Frank, goedemorgen. Goedemorgen, Ben. Goedemorgen. Hoe is het ermee, kerel? Goed, kerel. Helemaal goed. Ja, lekker. Ik mag niet klagen. We zijn lekker bezig en gezond, fris en fruitig nu deze morgen sowieso. Ja, zie je erg vroeg voor een artiest? Nou, het valt mee. Ik heb gisteravond een lekker rustig avondje gehad. Dus dan hoef je niet druk te maken. Hè? Dan sta je lekker op tijd op. Ter voorbereiding om hier naar Ben's afwerkplek te komen. Sowieso. Nee, is ik zo. Nee, waar. Nee, ik ben vandaag wil ik een toertje maken met wat interviews. Maar gisteren een rustig avondje. Vanavond nog een optredentje wel doen, maar... Dus ik was vanmorgen gewoon lekker op tijd. Fit en monter het bed uit. Ja, nee, dat is ook wel eens lekker hoor. Dan altijd met die dikke ogen. Ik kan me voorstellen. achter de microfoon moet zitten. Ja, ik kan me voorstellen. Nee, komt goed. Ja, want hoeveel optredens heb je nou zo ongeveer per week? Is dat verschil? Ja, er zit wel verschil in. Maar gemiddeld ben ik wel een keer of twee, drie in de week. Twee, drie. Dat is nog niet top of de bil, maar het is wel goed. Ja, de carnaval brengt dat jou wat extra's? Ja, zeker. Want ik maak ook de laatste jaren natuurlijk ook carnavalsplaten. Ja. De laatste 6 jaar alweer. Mm-hmm. Ik moet erbij zeggen, de nieuwe komt er nog aan. Dat is ongelooflijk. Daar ben je niet. Ja, die komt er nog aan. Die is volgende week pas klaar, maar hij komt nog. We zijn, ongelooflijk eigenlijk, we zijn in september al begonnen. Ja. Oktober, met de basis van het liedje. En hij is nog niet klaar, maar dat komt eigenlijk door... Voor allerlei toestanden, gestagneerd. Ik moest een tekst vinden, ik kon hem niet geschreven krijgen, ik moest hem uitbesteden. Het was ook niet helemaal naar mijn zin. Weer iemand anders. Ja. En zo gaan we een week overheen, zit de kerst ertussen, oud en nieuw, die feestdagen. Ja. Kom er weer van die trompetten, want een paar jaar geleden scoorde je voor mij een ultieme carnavalshit met de song over een café. En dat was heel opzwepend, heel uptempo. Ik wil bestellen, denk ik. Trompetten ik denk die. Nee. Ik heb, nou, mijn hit eigenlijk, met het carnaval, dat is eigenlijk wel een hitje, dat is het lijkt wel carnaval. Kijk ze lopen, bloesje weg, oh, dat is ja. In die trend gaan we nu ook weer zitten inderdaad. Textueel zit je ook weer in die richting. Mm-hmm. Het gaat weer een beetje, het gaat eigenlijk weer over travestie eigenlijk. En niet dat je er iets mee hebt. Maar dat beviel toen zo goed en dat pakte. Dus ik heb me nou iets weer eens laten schrijven in die richting. En het is toch wel een hot item ook deze tijd, denk ik wel. Want Kenny Divine, die loopt er al helemaal warm voor. Nou, maar het is echt een opzwepend liedje weer. Hetzelfde tempo, hetzelfde flow als het Lekker Carnaval. Mm-hmm. Dus die gaat nog komen. Die volgende week, als het goed is, uit de studio. Ja. En dan moet die als bliksem op grond gestrooid worden. Want ja, we zijn echt veel te laat voor de lijsten, voor alles. Maar goed, het is nog geen carnaval, zeker. Dus het kan nog steeds. 3 weken nog. Kan nog steeds. Je kan zeker nog een nummer 1 in scoren, dat kan zomaar veranderen. Ja, goed, maar ik zeg al met de lijsten, de carnavalskrakerslijsten, daar kun je al niet meer in, want die zijn al de eerste rondes zijn lang gestemd. Dus je bent gewoon daarmee aan de late kant. Maar ik zeg al, wanneer eerst kan we komen en we blijven gewoon toch aan de gang. Maar volgend jaar proberen we echt eerder te zijn. Ja, precies. Maar heb jij nog gebeld voor 3 uur vooraf bij Omroep Brabant? Er is voor gebeld inderdaad, of in ieder geval, we zijn er mee bezig geweest. Ja. En ik het is nog niet helemaal zeker, maar ik kan er misschien wel in inderdaad. Dus even, ik hoor het deze week ook geloof ik. Dat we het toch weten allemaal. Dat we het toch weten allemaal. Ja, dat snap ik, maar ik ben er wel van jullie zeker van. Dus dat is het gekke. Maar dat zit ook in de... Je staat op de lijst. Nog niet op de shortlist. Nee, maar klopt. Ik sta wel op, dus ik hoop dat het een keer door mag zetten, want ik heb er nog nooit gestaan. Nee, met Jordi gaat uit. Het is wel een heel leuk feest. Fishing Café wel, daar zit ik wel weer in op dinsdag. Dat is ook al een paar jaar ook. Is ook al een top. Heel hartstikke leuk, maar 3 uur gevraagd is toch wel het ding waar de carnaval mee start. Hè? En dan kom je hele carnaval voorbij en dan staan de toppers in het carnaval staan op het podium. En als je daar dan tussen mag staan, dan ben ik toch wel heel trots. Okay. Ik zei net van in mijn aankondiging al, dat is een man die ruim 25 jaar in het vak zit. Ik hoor het heel. Zeggen en schrijven 22 jaar nu. 22 jaar. Ja. Met de beginperiode meegerekend heb. Ja. Dus vanaf het moment dat ik bij de voetbalclub achter de bar sprong, zeg maar, en die periode aanloop naar, naar de meerdere optredens, is het eigenlijk wel een jaar of 22. Maar ik ben 18 jaar geleden, Kleine Dingen is nu 18 jaar oud. Bijna. 18 jaar. En daarvoor had ik al 5 jaar gezongen, zeg maar, zonder plaatjes te maken. Dus ik heb me eerst even laten zien. Maar Kleine Dingen is ook zo'n hit die nog steeds gedraaid wordt. Eigenlijk een evergreen, ja. Serieus, dat kan ik blijven zingen. En dat is gewoon een lekker plaatje, dansbaar, foxtrotje, gezellig. Ja. Herkenbaar tegenwoordig, ook omdat het natuurlijk een oud kerstliedje was, hè. Tof is.
Dat is nog steeds een goed liedje van mij. Ja. Echt, eerste plaat eigenlijk een van de betere. Hey, dus over 3 jaar, 25 jaar, ben je daar nu al mee bezig? Dat je zegt van ik ga me neerzetten? Nog niet, maar ik heb feest in de zon elkaar gestoken natuurlijk. Mm-hmm. Maar, ik heb wel 15 jaar gevierd bij een branche, met een album. Nou nee, niet met een branche. Kleine Dingen is 15 jaar... Over de branche heb je ook nog een keer een carnavalsnummer gemaakt. Ja, dat was de eerste plaat. We maken altijd feest en dan zit dan ook café. Dat is de eerste geweest. En nu zijn we al 6 jaar verder. Hè? Intussen zitten nog 5 andere platen. Dus, dat was wel heel leuk. Ja die doet het nog steeds goed. Ja. Dus we blijven lekker aan de weg timmeren. En die carnaval pak ik gewoon lekker mee. Want het is toch een week waar je gewoon lekker kunt optreden. Ik pas gewoon echt, vind ik wel in het feestcircuit, dus ik trek een kiel aan en doe een muts op, bij wijze van spreken. Maar goed, ik wilde met die kanaal wel een beetje mee kunnen doen, dus ik maak leuke plaatjes daarvoor. Ik huppel gewoon lekker mee. Na de carnaval is het dan gewoon op woensdag stijl achterover, haringhappen en haringhappen, daar sla ik de laatste jaren wel eens een keer over, want als je dan 5 dagen al volle bak aan de gang bent geweest, ik moet gewoon werken nog. Hè. Ik werk bij een baas nog steeds, 36 uur, dus Wel veel? Ja, eigenlijk fulltime nog. Hè? Ja. Maar het is niet anders. Je komt ook maar heel geweldig aan. En met hits op zijn naam. Maar ik heb eigenlijk nog geen 1 hit gehad. Dat is mooi. Ik heb nog geen 1 hit gehad. Ja, maar je hebt hitnoteringen gehad. Ik heb leuke liedjes die goed meedraaien. Maar als je dat hitje hebt, dan word je verder geboekt. Maar wat ligt er aan, Frank? Leg maar het uit, Ben, en ik ga er iets aan doen, snap je? Met name de laatste jaren heeft het Nederlandstalige lied. Ja, zeker. En ik mag niet klagen overigens daar. Het gaat goed en ik ga stapjesgewijs elke keer een trapje iets verder omhoog. Ja. Maar ja, de een heeft geluk dat hij bam, een lied heeft waardoor hij doorkomt. En bij mij duurt dat gewoon langer. Misschien komt het wel niet. Maar ik blijf wel lekker meehuppelen, maar iets meer. Ik mag iets meer buiten Brabant gaan treden eigenlijk. Want ik zit echt nog zakelijk al... Maar wacht even, nou schop je een heilig huisje. We hebben een keertje gestaan boven de rivieren, of een keer meerdere keren gestaan boven de rivieren. Vertel maar. Ja, en op een gegeven moment kwam Rob van Dal erop treden. Nou, dat is zoiets van, nou, hier in Brabant, iedereen kent Rob van Dal. Ja? En mensen boven de rivieren, die hadden echt zoiets van, wie? Ja, nee, maar dat is ook zo. Zo werkt het ook bij die jongens. En dat is bij mij hetzelfde. Zo gauw ik buiten Brabant kom, dan wordt het moeilijk. Ook voor mijn eigen repertoire. Ja. Als ik covers ga zingen, dan wordt het natuurlijk wel interessant. Dan vinden mensen het leuk. Maar ja, dat doe heel het land al, covers zingen. Je eigen liedjes moet je kunnen promoten overal. Ja. En dat is nog steeds, in mijn optredens ook. Ik doe nog steeds 50-50. 4-5 eigen liedjes en dan een paar leuke covertjes bij. Om toch voor de mensen, om de ambiance een beetje hoog te houden, zeg maar. Duidelijk. Dat is gewoon het verhaal. Dus ik kan nog steeds geen 1/2 uur Frank Smeekers zingen. Want dan ja, hier wel, in deze regio's, dat zal wel lukken. Maar als ik ook verder kom, dan wordt het moeilijk. Er is wel gedraaid, ook van Radio NL tot en met het zuiden van het land. Mm-hmm. Maar tussen draaien en tussen optredens krijgen daar, ja, tussen herkenbaar duidelijk. Worden als artiest, is een groot verschil hoor. Duidelijk. Dat merken wij wel. Okay. Hey Frank, wat gaat 2018 jou verder bieden? Want je komt nog met de carnavals uit, of dat je verlaat bent. We hebben hier nieuwe single Liefste, hebben we hier. Ik heb sowieso weer wat dingen in de pen zitten, al dan niet op de plank, ja, zo overdreven misschien, maar in ieder geval wel dingen in mijn hoofd die ik wil gaan doen. Ik sowieso een paar singles, ik heb wel leuke dingen nog die ik wil uit gaan werken, dus minimaal 2 singles nog solo. Ik ben ook bezig om een keer een concert te gaan geven. Frank Smeekers is een concert, ik weet van mezelf dat ik dat kan, puur kunnen qua repertoire. Ik kan alle kanten uit, je weet zelf ook, ik zing rock and roll, vind ik lekker om te zingen. Ja. Ik kan 70s, 80s kan ik zingen, in Nederlandstalig, dus ik kan een heel programma met elkaar draaien. Als ik wil, kan ik een hele avond aan een stuk zingen. Dus een concertje moet daar wel in kunnen, maar hoe dat moeten gaan doen en waar en noem maar op, dat is allemaal nog even, Maar dat is wel eigenlijk de bedoeling dit jaar, maar volgend jaar. Maar het is een heel organisatie om dat goed op te zetten. Absoluut. Hou ons op de hoogte over datgene wat je gaat doen. Wij gaan je nieuwe single draaien voordat zo meteen het nieuwe streekblad. Ja, jij reuze bedankt voor je komst in de studio. Graag gedaan. Ja, en toi voor het jaar 2018. En we spreken elkaar ongetwijfeld weer. Zeker wel. Dankjewel. Succes. Doei. Doei.
van jou. Jij maakt me vrolijk en schat geluk.